De B2B is wat conservatiever daarin. Maar die ziet nu wel van: hé hey jongens, ja, we moeten aansluiting houden. En inderdaad, zijn ook toch stemmetjes in het hoofd, moeten we ook niet direct aan de consument gaan leveren? Nou, doet dat dan, hè? In opzicht van onze andere opzetkanalen. De Spotler Podcast. De podcast waarin medewerkers, klanten en deskundigen praten over de inzet van verschillende marketingtechnieken en marketingkanalen. Veelzijdig, informatief en vaak verrassend. In deze podcast ontvangen Tom en Martijn de gast van vandaag. Bram van Resultaatmakers. In deze aflevering bespreken ze hoe traditionele groothandels de shift maken van vakbeurs naar digitaal. Hoe je persoonlijke gesprekken toch meetbaar maakt. En hoe je kleine doelgroepen loyaal houdt aan je merk. Welkom bij de Spotler Podcast. Vandaag gaan we het hebben over groothandelmarketing. Daarvoor zijn aangesloten Bram den Biemann en Martijn Dan Wichers. Bram werkt bij Resultaatmakers. Resultaatmakers is een boutique agency uit Nijmegen, gespecialiseerd in groothandelbedrijven en merkleveranciers. Bram werkt sinds 2010 voor het zakelijke klanttype en dat is niet verwonderlijk. Vanuit zijn opleiding internationale groothandel heeft hij zijn eerste go-to-market campagne al in 1994 mee mogen opzetten. Martijn Dan Wichers is inmiddels alweer zes jaar account executive bij Spotlight en heeft daarin ruime ervaring op gedaan in het toepassen van marketingoplossingen bij veel verschillende soorten bedrijven, waaronder groothandels. Met zijn vorige ervaringen in de groothandel is Martijn een waardevolle toevoeging aan deze podcasttafel. Heren, welkom. Leuk dat jullie zijn aangesloten vandaag. Bram, we beginnen deze podcast altijd met de verjaardagsronde. En ik ben wel eens benieuwd, wat zou jij aan een oom of tante vertellen die jij al tien jaar niet hebt gezien, als ze vragen wat voor werk je eigenlijk doet? Nou Tom, even kijken. Nou ja, allereerst... Nou, dankjewel voor de uitnodiging en uh, ik zal je vraag beantwoorden. Wat ik wel vertel is, ik maak online marketing voor groothandels. En dat betekent dat ik groothandels help om op hun website meer verkeer te krijgen. Van het juiste soort. Waardoor die bezoekers online ook genegen zijn om iets te bestellen of iets aan te vragen. Een offerte of een productinteresse of een vertegenwoordigersbezoek willen. En in die termen leg ik het meestal uit. En dat is feitelijk wat het is. Ja, precies. Ja. En Martijn, als het, uh, als het aan jou vragen? Als het vragen dan. Uh... Geef ik altijd aan, ik werk voor Spotler, MailPlus, Marketing Automation Tool. De mails die jullie in je inbox krijgen. En daar help ik vooral eigenlijk ja, communicatieprofessionals, marketeers mee met de keuze voor ja, de beste oplossing. Wat het werk voor hun makkelijker gaat maken, waarmee ze hun doelstellingen kunnen bereiken. Kijk dat klinkt heel goed. We hebben in ieder geval een hoop ervaring over het onderwerp. Bram, kun je met ons wat leuke feitjes delen over jouw ervaring in het vakgebied En misschien ook wel persoonlijk, leuke dingen over jezelf? Eh, leuke dingen over mezelf... Nou, misschien kort. We zijn met resultaatmakers zijn wij gestart vorig jaar in december. Wij zijn een woordvloeisel uit een, uh, een online agency, wat ook met groothandels, maar ook uh, met andere bedrijven bezig was. En uh, wij zijn gevestigd daar in de Splenderfabriek. Wat ik erg mooi vind, dat is een oude lampenfabriek. Dat is ook echt aan de binnenkant nog heel erg uh, merkbaar. De, de, de vergaderruimtes zijn ingericht met allemaal mooie foto's en uh, productiefoto's en dat soort dingen. Het is heel inspirerend. Ja, dan vraag je me wat. Heb je nog anekdotes of iets dergelijks? Ja, genoeg. Ik denk dat groothandels die uh, zijn vaak geleid door een ondernemer of door een ondernemend managementteam. Mensen die heel erg betrokken zijn in de handel. Met hun eigen klanten, hele platte organisaties en zijn vaak ook een beetje no-nonsense types. Dus die houden nog wel van uh, ja, van, van ondernemerschap. En die houden ook wel van dingen eh, maar via de korte borgten, en de korte route. En niet altijd via de, de lange wat. Uh, misschien wat la langer over nagedachte trajecten. Dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg. En ik eigenlijk doe ik ook een aantal klanten die we bedienen tekort nu. Want die hebben wel degelijk een hele goede onderbouwde manier van werken. Maar over ja. algemeen zie je dit terug wel bij grote handels. Absoluut, absoluut. No nonsense. En uh, daar wordt wel een hoop geflauwekult. cult. Misschien een kleine anekdote, maar ik, ik, het is een geuze wat ik eigenlijk heb overgehouden daaraan. Een van de eerdere groothandels waar ik mee mocht werken en ook jarenlang voor heb gewerkt en nog steeds warm contact mee heb. Trouwens, pas gebeld nog door de beste man met, met weer een, een nieuwe vraag. En die zei altijd van ja, dat is mooi dat jullie met dit online gebeuren zo goed bezig zijn. En ik zie de handel die eruit komt en de omzetpotentie. Maar eigenlijk vind ik jullie maar een stelletje internetlollies. Dus als jullie nou de ingewikkelde termen af en toe een klein beetje achterwege laten en gewoon uitleggen wat we eraan kunnen verdienen. Dan gaan we samen een hoop neerzetten. En dat is, dat is het verhaal. Dat is ook waar het om gaat. Ja, precies. En nu heb jij, Martijn, ook best wel ervaring met dit soort klanten. Hè, aan de ja. spotterzijde. Zie je dit ook vaak terug bij de grote onderzoekers die jij spreekt? Zeker. Ja, mijn bevindingen daar zijn ze absoluut dat, dat er heel veel nog aan het begin staan. En wel zien van, hé, hey, bepaalde concurrenten die maken die stappen al. En ja, de wil is er. Maar help. Hoe ga ik die stappen ga ik zetten? En hoe, hoe, hoe ga ik. Ja, uiteindelijk succesvol worden en aansluiting houden bij de concurrenten en het liefste nog verbeteren, natuurlijk. Ja. En in dat aspect ja, denken we heel graag mee wat het kanaal e-mail Marketing Automation voor hun kan betekenen, als we naar groothandels kijken, je gaf net al even aan de no nonsense mentaliteit. Dat, hè, dat geeft echt aan hoe dat ze erin staan. Maar welk aspect van groothandel marketing vind jij het meest interessant, Bram? Ja, er zijn... Vier dingen denk ik die spelen bij groothandels, als ik een beetje naar de gemene delen zoek. Eén is natuurlijk de cultuur waar we net al eventjes met een knipoog over hadden, maar die no-nonsense cultuur. De organisaties van groothandels zijn vaak heel ver ontwikkeld als het gaat over logistieke kennis. Chain of supply is heel ver ontwikkeld, vaak ook goed georganiseerd. Productinnovatief zijn ze vaak toonaangevend in hun sector, dus daar ook heel erg geavanceerd in. Maar het zijn platte organisaties en marketing zit van oudsher vaak in de, van de overhead en die is nu echt een, uh, aan het uitbreken als het ware binnen zijn organisatie en een plaats aan het verwerven uh, richting de salesprocessen en de salesafdeling die dan vaak wel weer sterk is georganiseerd. Dus dat betekent dat je ziet dat uh, salesprocessen steeds meer worden gecombineerd met marketingprocessen. We hadden het straks eventjes in ons voorgesprek eventjes over de, de jacht op de leads en het belang daarvan, uh, die offerte aanvragen, maar ook het contact wat er aan vooraf gaat. Dus dat is interessant, omdat je dan niet alleen te maken hebt met marketing op campagne techniek, maar ook te maken met hoe steekt een organisatie in elkaar, welke stakeholders heb je in de organisatie en hoe krijg ik die allemaal mee in een proces. Wat bij grote anders ook wel heel typisch is, en dat moet je ook even aanvoelen, dat is denk ik ook wel de reden waarom het echt een niche is. is ze hebben veel te maken met het kanalenconflict. Daar zijn ze veel actiever mee bezig en ook, Heel alert in, dat je misschien zou beseffen als je in een goudhandelsbedrijf nog nooit echt hebt rondgelopen of ervaring op hebt gedaan. Dus ze hebben natuurlijk strategie, en dat is denk ik ook wel de aanpak vanuit, vanuit merk naar markt en vanuit markt naar kanaal en vanuit kanaal naar campagne. En je moet heel erg zien waar die kanalen lopen. en Ze zijn bang dat ze het ene kanaal mogelijk zouden vervreemden als ze een ander kanaal, bijvoorbeeld een zelfopgezet consumentgericht kanaal, terwijl ze tegelijkertijd aan de retail ook leverancier zijn. En dat willen ze netjes en zorgvuldig en ook integer behandelen. Ook op een integere manier van zaken doen, maar ook omdat ze het omzetbelang niet willen schaden. Dat zijn best wel veel dynamieken die door elkaar heen lopen. En die moet je allemaal mee kunnen nemen. voordat je heel enthousiast met campagneplannen komt. Dus daar is, er zit wel veel meer achter dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Ja. ja, precies. En als je het hebt over bijvoorbeeld dus het kanalenconflict. Komt het dan voornamelijk voort uit een beperkt aantal middelen wat ze tot de beschikking hebben? Of heeft dat ook weer te maken met. Nou ja, onder andere dus die cultuur die echt resultaatgericht is. Dus als het werkt, dan werkt het. Is it ook een why fix it? Nee, het kanalenconflict heeft te maken met het feit dat ze vaak iets verkopen aan wederverkopers. Dat kan zijn bijvoorbeeld uh, winkeliers, retailkanalen, Maar dat kan ook zijn misschien kleiner in groothandels dan zij zelf zijn. Ze zijn misschien een merkleverancier, leveraar kleinere groothandels. Terwijl de klanten van die kleinere wederverkopers ook wel de weg naar die groothandel zelf weten te vinden. Dus dit is ook iets waar eh, bij wijze spreken ook salesmensen weer actief in gesprek zijn binnen zo'n bedrijf. Marketingmensen van hé, hey, hoe zorgen we ervoor dat we de juiste boodschap wel bij de juiste doelgroep krijgen. Dus dat we geen, ik noem maar eens even iets, aanbiedingen doen met een specifieke korting naar een eindafnemersgroep. Terwijl dat misschien helemaal niet synchroon loopt met de prijsstrategie die de wederverkopers voeren naar, die, naar diezelfde doelgroep, naar die eindaf, Daar gaat het dus vaak om. Wie is de eindgebruiker? En op welke kanalen weet je die te bereiken. en... Uh, ga je zelf niet in concurrentie, eigenlijk, of cannibalisme met je eigen andere afzetkanalen? Dat is een beetje wat ze daarmee bedoelen. En daar moet je altijd heel bewust van zijn. En dat vraagt ook wel om techniek en segmentering, maar ook om begrip hiervan. Ja. En het zijn dan groothandels waarvan ik vermoed dat ze ook een soort D2C-achtige constructie voeren. Dus eigenlijk meer dan B2B-B2C-hybride. Merk je daar ook nog concreet verschil in bij ja, groothandels die dat niet doen, die echt puur focus op de business-to-business business eigenlijk. Ja, daar speelt het ook. Uh, bijvoorbeeld wij mogen werken voor een groothandel in de food sector. Die bereiken met name de uiteindelijk bereiken zij met name de restaurateurs die op de mediterrane keuken zitten. Even, dat is een mooi gezellige term voor Grieks, Italiaans, uh, shawarma, uh, halal, alles wat daar een beetje in zit. Nee. Heb je zo ook in mijn interesse gebied? Nee. Ja, 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 absoluut. Nee, dat is, dat, ja, en ze hebben ook echt de meest heerlijke dingen, hè, maar die hebben dus ook zelf een cash-and-carry groothandelsformule. Die dus zeg maar, lokaal eh, per stad aanwezig is hier in de buurt. Dus van Zoetermeer zit er ook eentje, maar ze zitten door heel Nederland, België en Duitsland. Het moederbedrijf daarvan is een groothandel die aan soortgelijke lokale groothandels ook toelevert. En wat doe je dus als iemand uit de lokale markt, nou in dit geval is je vrij duidelijk, als een restaurateur naar het moederbedrijf belt en dus ik wil graag mijn shawarma bij jou gaan kopen en mijn emmers van saus per 10 liter per emmer en dan een pallet vol, die wordt naar de lokale groothandel toe verwezen. Maar er zitten natuurlijk ook wel wat tussenpartijen tussen die dan een beetje tussen de wallen in het schip vallen en dat is dan toch zorgvuldig voeren, of varen moet ik zeggen. En er zit dus geen consument in het verhaal qua kanalenconflict het is allemaal B2B, maar ook daar kun je dus kanalenconflict hebben. En dat is wel, denk ik, typisch bij groothandel. Hou de kanalen in de gaten en stem daar ook je marketing op af. Ja. Vindt dat kanaalconflict dat wat minder bij misschien B2C dan? Nee, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een groothandel die zich voornamelijk focust op nou ja, B2C, dat die dit soort conflicten dan wat minder ervaart. Um, of zeggen dat is eigenlijk ook wel weer iets waar je het. Dat... Ook die ligt iets genuanceerder, maar dit is echt heel erg bedrijfsafhankelijk. Want het heeft gewoon puur te maken met van oké, okay, welke markten bedient een bedrijf? Welke doelgroepen zitten er in die markten? Welke kanalen lopen daar naartoe? En er zijn natuurlijk in de coronatijd wel degelijk een hoop groothandelsbedrijven die retail toeleverancier zijn, die dachten van hé, hey, de winkels gaan allemaal dicht. Dat is een probleem. Laten we nu maar een webshop ook beginnen. Vrij abrupt eigenlijk. Terwijl groothandelsbedrijven van nature vaak misschien wel weer. Uitstelgedrag hebben de met de traditionele en traditioneel. Exact. En die in één keer ook retailer werden. Terwijl zij ook aan andere webshops, concurrerende webshops, ook leverden. En dus echt wel heel actief in gesprek moesten met hun eigen wederverkopers, retailers. Van joh, hoe is je afvliegroute dan, knabbel jij niet uit onze omzet. Terwijl je ook onze toeleverancier bent. En dat is natuurlijk wel gevoelig. Dus dat gebeurt ook. Ja. Nou, en dan kijk ik weer even naar de andere kant. Martijn, als zij groothandels. De lijn hebt uh -huh. of over de mail, maar, maar even voor de vraag niet uit. <laughs> ja, ja. Wat zijn trends die jij ziet? Je bedoelt je doet het al eventjes. Nu inmiddels zes jaar bij Spotler. Dan wat zie jij steeds meer voorkomen, ja, wat 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 ik op vind. Vallen is dat dat de, het aantal personen, marketing communicatie -team, zeg maar de marketeers die actief zijn, dat zijn er vaak niet heel veel. Die zijn heel generalistisch en vaak ontbreekt er niet aan de wil om de stap te zetten, maar is het van hey, ik hou zes ballen omhoog. Hoe ga ik er nou voor zorgen dat ook het kanaal Marketing Automation mooie campagnes opbouwen? Ik weet dat het werkt, maar ik spreek behoorlijk wat contacten die hebben. Of een tool wat heel technisch is, wat heel tijdrovend is. Of dat ze zeggen, hey, de, ja, ik weet precies wat ik wil. Nu heb ik de data nog nodig om ook ervoor te gaan zorgen dat ik ook relevant kan zijn. Ja. Dat is nog wel echt een, een, echt een uitdaging voor veel, voor veel groothandels. Ja. En ik denk dat als je, want je noemde het al eerder, dat heel veel groothandels zich, Proberen te verhouden ten opzichte van andere industrieën en daar ook een voorbeeld aan proberen te nemen. En wat je nu net aangeeft, eigenlijk software gebruiken die ja, niet per se voor hen gemaakt is, of misschien meer punching above your weight, als dat mm. uh, als je daarmee kunt vergelijken, zie, je dat ook, uh, zie jij dat ook terug bij klanten? Dat ze wel uh, het heel graag willen, maar misschien net de verkeerde keuzes maken in hun uh, marketingstrategie, die ervoor zorgen dat het ook weer tegen ze werkt eigenlijk. Um, ja, maar ik denk dat jij slaat er wel de spijker op zijn kop, voor mijn gevoel. Dus daar, uh, daar is vaak uh, net iets te weinig inzicht en een overzicht op. Wat zijn eigenlijk alle mogelijkheden? We hebben het net over kanalen in de zin van afzetkanalen. Maar als we dan gaan kijken, vervolgens naar marketing-communicatiekanalen. Waar wel natuurlijk een hele mooie in is, maar ook nog social media, zoekmachines allerlei andere, andere dingen meespelen. Dan hebben ze wel vaak een hulpvraag. En je ziet dat de hulpvraag vaak goed beantwoord wordt. En daarmee bedoel ik dat zij dat zelf ervaren als een goed antwoord. Als je ze niet alleen laat zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. maar dat je daar ook een business case mee helpt maken. En die mag heel kort zijn, maar dat je gewoon een, een kost-de-baat-analyse van ja, waar moet je nu beginnen. En een routekaart. Dus wat we in de praktijk wel vaak zien, is dat je als je heel praktische zaken vertaalt naar een jaarplan. en dat terug vertaalt naar een kwartaalplan. En vanuit die routekaart, die per drie maanden samen doorloopt en die ook evalueert, dat uiteindelijk uitvoert uh, met ze samen, onder het van start op en draag over, dat ze die route fijn vinden. Dus, de, en waarom? De vliegwiel, hè? waarin je dan fungeert. Precies, ja, want je zit vaak te maken met hele ervaren bedrijfsvoerders, groot ondernemerschap. Ik denk ook dat dat mooi is van Groothandels. Er zitten vaak hele inspirerende ondernemers die veel zijn en groter zijn dan je zelf bent. Dus dat is heel inspirerend om te zien. Maar die hebben dan op dit stukje materie wel een hulpvraag. En die gaan goed op gestructureerde denkwijzes en plannen, die dan uiteindelijk naar uitvoering worden vertaald. En als je dat neerlegt, dan breek je volgens mij een beetje door hetgene wat Martijn net eigenlijk aankaart. Van ja, ze zien wel dat er allemaal mogelijkheden zijn, maar ze zeggen van joh, wat zijn nou de prio's en in welke volgorde de dingen moeten we dit aanvliegen. Ik krijg ook wel vaak de hulpvraag hoor. Van als, 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 als marketeer, ik zie de kansen. Maar vanuit directie. Hè, we doen het altijd jaren dag doen we het op deze manier. Help me alsjeblieft. En help ze te overtuigen. Kan ja. je gezamenlijk een afspraak voeren om te laten zien wat dit gaat betekenen? dat is ook een belangrijke. En wat geef je dan vaak als advies? Hoe, hoe, ja, graag? Spreek je het? Gra Graag help ik. Ja, ik bedoel, wij zijn geen marketingbureau. Ik bedoel, daar is Bram natuurlijk uh, bij uitstek in, uh, die we daarin. Uh, die de vraag kan, eh, daarin kan beantwoorden... maar vanuit mijn rol, vanuit MailPlus... en ook de andere oplossingen die we inmiddels aanbieden... zeker, ik help heel graag mee om, om bewustzijn te creëren... van ja, wat de mogelijkheden zijn... maar ook de vinger een beetje op de zere plek te leggen... wat de collega's doen. Ja. En in tijden dat het goed gaat... nou, lift je nog mee op de paden die zijn ingezet. Iedereen kent de economie. Hè, we hebben goede tijden en minder goede tijden. Zorg dat je voorbereid bent, dat je data orde is... dat je goede campagnes hebt draaien. Top of mind zijn, dat, dat begint ook in goede tijden. Ja. Als we het dan hebben over top of mind zijn, heb jij een leuke case die je met ons kunt delen over een groothandel die jij misschien als klant hebt, of niet eens per se die je gewoon als voorbeeld wilt nemen, ja die echt top of mind is in die sector? Ja, even kijken. Meerdere zou ik zeggen. Nou jawel. Ik denk een uh, mooi voorbeeld is een, een groothandel, toevallig ook in de food, een andere groothandel die met name op taartdecoratie actief is. Dus het is een partij die, um, die industriële bakkerij belevert met, uh, met kleur fondant, hè. Als als Nederlands elftal uh, of als onze koningjagers en uh, de Jumbo moeten alle taarten oranje zijn. Dan belt de Jumbo uh, bakkerij van de Jumbo. Ik zeggen die belt dan op. Nou, deze club, die zegt, we hebben zoveel duizend kilo uh, oranje fondant nodig om om die taart heen. Nou, goed, zo'n partij. Maar zij leveren ook heel graag aan de bakkers in Nederland. En dit is denk ik wel een mooi voorbeeld. En ook top of mind zijn, maar ook waar data uh, steeds belangrijker wordt. Zij leveren graag aan de zelfstandige bakkers. He, dus de bakker bij jou en mij om de hoek. Het aantal bakkers in Nederland is, maar zo groot als dat het is, dat zijn er een paar duizend. Ik weet het niet precies, maar 2400. Ik kan me vergissen. Ik zeg het uit mijn hoofd. We nemen de marge. Over... We nemen de marge, ja. Dit is, uh, dus het principe is in uh, ieder geval juist. En, en daar, daar wordt marketing op bedreven. Dus op allerlei manieren zijn ze zichtbaar. Uh, via de social kanalen, LinkedIn met name. Ook via e-mail. En daar zie je dus dat je wel, omdat je een relatief overzichtelijke klantgroep hebt. Maar ook een relatief... Ongevaste medewerkerspool zit. De beslisser bij een bakker is vaak de eigenaar van de bakkerij. Die, die, die wisselt niet iedere twee jaar van baan, zoals sommige grotere organisaties, natuurlijk wel, op allerlei afdelingen normaal is. Dus dat is wel een klantgroep die je op een gegeven moment ook al in kaart kunt brengen, relatief handmatig nog desnoods bij elkaar kunt zoeken. En als je daar actief op inzet en op investeert, tijd en dat soort dingen, heb je die op een gegeven moment wel compleet zo'n zo groep. En als je dat dan Bijhoudt en daar misschien ook nog wel dataverrijking een keer mee nadenkt over zo'n groep, kun je dus ontzettend goed top of mind zijn en ook heel relevant worden. En dat is denk ik wel ook de aardigheid van business-to-business -business marketing: dat je daar veel, je kunt bijna account-based marketing gaan doen op een gegeven moment. En dat is wel, uh, vind ik heel mooi en ook, is ook heel effectief. Het verhoogt je rendement van je marketingcampagne is ook enorm. Ja, en dat is zo'n interessant onderwerp wat je aansnijdt van. Je hebt het inderdaad over een, een target audience die niet per se heel veel groeit of krimpt. Ik kan ik me voorstellen dat een grote handel, zeker in dit geval, heel erg de focus legt op klantloyaliteit. Omdat die groep natuurlijk niet heel veel beweegt. Is dat ook het geval? En hoe was ze dat toen? Ja, dat is uh, nou nee eigenlijk wel grappig. Maar de meeste de initiële vraag is vaak sales gedreven. Want sales betekent meer omzet, is de gedachtegang dan. En Natuurlijk heb jij daar een hele goede vraag te pakken. Want als jij wat meer in die, uh, die klantbestanden gaat uh, rondkijken en een analyse daarop maakt. en even helemaal wat voor een aankoopgedrag vindt daar plaats. en uh, dan zie je dat juist de retentie, dus klantbehoud. maar ook de, de, de klantontwikkeling. dus uh, een klant stimuleren om meer in de breedte van je assortiment af te nemen. of de frequentie te verhogen naar allerlei mooie ideeën die je daarbij kunt vormen. dan zit een veel groter omzetpotentieel. Dus dit is denk ik ook wel de rol van een. Een, van een agency in dit geval, uh, van ons, maar dit zullen andere agencies ook, ook herkennen, is dat je die klant ook een beetje moet uh, alert maken op het feit dat zij inderdaad uh, een retentie, misschien een net zo belangrijk omzetpotentieel hebben als een uur acquisitie. De klant is vaak acquisitie gedreven en dat heeft te maken weer met hoe dat de traditioneel denkende groothandel toch vaak denkt van hé, hey, als er een nieuwe omzet uitkomt, nou, dan zijn we daar automatisch wel een beetje enthousiast over. En voor de rest doen onze vertegenwoordigers alles. Dus die houden die klanten al aan boord en die brengen die klanten op goede ideeën. Zonder afdruk te willen doen aan die vertegenwoordigers, want die zijn absoluut key in de organisatie. En uh, er zijn wat dat betreft uh, ja, krachten die, die van belang zijn. Maar die kun je wel empoweren, die kun je wel in staat stellen. Met goede campagne, goede inzichten om misschien iets doelgerichter en effectiever uit te nutten. Ja, dan moet elkaar ook juist versterken, hè? Zeker. Ik dacht ik nog wel eens van hé, hey, maar wij houden juist van, van fysiek contact, telefonisch contact. En dan is e-mail onpersoonlijk. De, ja, het is juist het draagbij bij aan die retentie, inderdaad. Hè? Wat uiteindelijk de vertegenwoordiger ook weer helpt. Man. Nou, dat is nog wel een interessant onderwerp wat je inderdaad aansnijdt. Zeker als je het hebt over de iets traditionelere ja, end-user business, je dat je het ook wil noemen. Ja. Merk je daar nog veel verschil in B2B en B2C? Als het inderdaad gaat over wat Martijn zegt, telefonisch versus e-mail, juist midden persoonlijke uh, het persoonlijke gevoel tegenover misschien een. Massale e-mails zoals je die in de B2C zou zien. Misschien kun jij die vraag zelf ook beantwoorden, Martijn. Nou, hoe ik het zie vanuit de vraagstellingen uh, die voorgelegd worden, B2C loopt gewoon voor. Die hebben de, de, de tools en de middelen zijn zelf veel verder om veel meer geautomatiseerd te werken, omdat ze uh, één, een veel groter bereik hebben. En, en ja, de B2B is, is wat conservatiever daarin. Maar die ziet nu wel van: hé hey jongens, ja, we moeten aansluiting houden. En inderdaad, het kwam net eerder te sprake. Ja, toch ze in het hoofd, moeten we ook niet direct aan de consument gaan leveren. Ja. Dat doet dat dan, hè? Ten opzichte van onze andere afzetkanalen. Dus ja, de, de, um, de wil is er zeker. Nee. En wat voor use cases zie je daaruit ontstaan? Voor specifiek dan e-mailmarketing, want we hadden het over acquisitie. Mm -hmm. Eventjes klantloyaliteit ook aangestipt. Maar zie jij nog bepaalde ja, e-mailcampagnes juist nu ontstaan die er zes jaar geleden bij wijze van niet waren? Vanuit B2B-wise, meer het, het in, inzetten in zijn algemeenheid. Zorgen dat je ja, probeert af te stappen van die algemene bulkmailing. Eén bericht voor iedereen, dat is een begin, dat is een vertrekpunt. iets opvalt in B2C is dat dat gewoon echt goed gesegmenteerd is. Zelfs aan de hand van gedrag, dat daar mooie campagnes op draaien. Ja, daar heeft B2B echt nog zeker niet iedereen. Maar er zijn er behoorlijk wat die daar flinke stappen nog in kunnen zetten. Ja. Maar dat begint weer bij het samenbrengen van die data. En dat je daarin. Eh, ja, relevant wil kunnen zijn, heb je die data nodig. Nou, wij hebben het in het verleden ook wel eens gehad over eh, wat verdergaande campagnes die ook juist in groothandel B2B eh, worden gevoerd. Heb jij voorbeelden uit de praktijk van groothandels die net dat stapje verder gaan dan de nieuwsbrief? En wat voor campagnes zijn dat dan? Even denken wat ik daarvan bij kan. Jawel, ah, dit, is, dit is wel een mooie. We hebben het ook wel eens gehad over een verfgroothandel waar we voor mogen werken. Daar komen eigenlijk deze dingen wel samen. Die hebben op de eerste plaats hebben die een consumentenwebshop, wat eigenlijk merkondersteunend ondersteunend is. Die hebben te maken met retailkanalen die ze via ja, een groothandelswebshop bedienen. Want natuurlijk de B2B klant het aanboren. Dat gebeurt ook. En je ziet dat daar wel een stappenplan doorlopen wordt. De eerste laag voor e mailmarketing daar was gewoon inderdaad de maandelijkse nieuwsbrief gewoon bulk iedereen. Nou, die, die ligt achter. Dit ligt achter aan die fase. Die zijn daarna gaan segmenteren, dat gebeurt. Dus je hebt, okay, we hebben dus verschillende afzetmarkten. Dus daar hebben we hebben verschillende doelgroepen binnen die afzetmarkten. Kunnen dus ook verschillende uh, nieuwsbriefstrategieën per afzetmarkt gaan voeren. Dus dan dus, zie dus je dat segmentatie uh, een item is. Die zit nu echt in de fase dat ze aankoopgedrag gestuurd aan het e-mailen zijn. Dus uh, waarbij je dus ook al meer met automation workflows aan het werken bent. Waarbij ook. De komst van de accountmanagers. Dat is een bedrijf met volgens mij vier of tegenwoordig op de te weg. Gewoon hele goede accountmanagers, echt uh, mensen die hun vak kennen en hun klant. En dat die ook betrokken worden. Daar zijn we mee aan het experimenteren nu, omdat we daar fouten in willen voorkomen. Uh, dat sommige e-mailcontacten dus helemaal niet nieuwsbriefachtig zijn, maar dat die eigenlijk van de accountmanager in kwestie afkomen. En dan krijgt uh, misschien uh, verf uh, speciaalzaak uh, met als eigenaar Tom. Krijgt hem een mailtje van uh, zijn accountmanager Bram die zegt van hé hey Tom, ik heb je een tijdje niet gezien. Ik was toevallig bij jou in de buurt. Binnenkort uh, zal ik even langskomen. Bij wijze van. Maar dat betekent ja. gewoon dat jij in het systeem al uh, vier maanden niks besteld hebt. En dat ik als vertegenwoordiger misschien betere vier naar jou toe kan rijden dan uh, uh, Martijn die je iedere week nog bestelt. Dus dat is een beetje de fase waarin ze zitten. En dan zie je wel dat de, dat de openingsratio's van die mailtjes schieten omhoog. En ook Omzet die erachteraan komt, die schiet ook omhoog. En daar heb je dan gelijk weer de volgende uitdaging. Of ja, heb je dat dan wel allemaal goed voor analyse in beeld? En zie je dan inderdaad wat die follow-up omzet uit dat contact, specifiek vanuit die mail? En komt dat ten goede aan de e mail opbrengsten? Nou, dat is allemaal nog een beetje fine-tunen, laat ik het maar eventjes zo zeggen. Maar dat, dat is wel de, de, de ontwikkeling die gaande is. En ik denk dat heel veel bedrijven in die groothandelssector dat nu op die manier aan het, aan, aan het benaderen zijn. En dat is misschien ook wel weer goed de kaart waar ik het straks even over had van hey, we willen heel veel, maar laten we eerst bij het eerste beginnen, Maakt niet uit waar we nu staan. Dat is eventjes ons vertrekpunt, en vandaar dat gaan we bouwen en ook steeds intelligenter opereren. Ja, ja daarin zie je dan toch ook wel weer mooi de brug tussen wat Martijn net al aangaf, als een meer traditionele groothandel, die inderdaad of als eindklant die inderdaad wel meer ja, gericht is op het persoonlijke contact of daar meer gewenning aan heeft en. Waar we tegenwoordig naartoe gaan steeds meer die data verzamelen. En juist als je dat inderdaad die persoonlijke gevoelens kan prikkelen door een mail te sturen vanuit een accountmanager, maar dat wel inzichtelijk kunt hebben, denk ik dat je een hele mooie brug kunt slaan tussen traditionele groothandels. En waar dat we als eh, markt naartoe gaan. En daar juist ook weer steeds meer data uit kunnen halen. Dus ik vind dat wel heel interessant. De afgelopen jaren is er natuurlijk veel veranderd in het marketinggebied. En ik vroeg me af welke trends volgens jou de beste of de meeste invloed hebben gehad op het werkveld in groothandels. Ik denk toch wel de erkenning voor het feit dat ook de zoektocht van de zakelijke klant vaak via een online kanaal begint. En dat kan een van de online kanalen zijn die er zijn. Dat is niet specifiek alleen maar het ene of het andere kanaal. Maar traditioneel gezien is echt altijd wel het idee geweest daarvan... Hey, Zakelijke klanten die hebben om te beginnen natuurlijk andere aankoopprocessen. Dat is duidelijk, hè? die kopen niet op een impuls. Als jij een verpakkingsmachine in de markt wil zetten, dat is niet een impulsaankoop. Dat zijn lange aankoopprocessen met veel stakeholders en het zijn ingewikkelde consultancy trajecten ook. Dat snapt iedereen wel, maar je ziet toch al dat traditioneel werd dat altijd zo gedaan dat mensen ook koper en verkoper vonden elkaar op vakbeurzen. In je land, in je continent, maar op het aan de andere kant van de wereld je ziet wel dat corona daar, denk ik, een verstelling in heeft gebracht. Namelijk, hey, heel veel van die vakbeursen waren, denk ik, niet meer bestaand. Althans, tijdelijk, hè, voor dat jaar. En dus Er is zelfs een verschuiving daar plaatsgevonden. En je ziet dat het online kanaal daar een grote plekken heeft veroverd. Waardoor eh, de relevantie en ook het commercieel belang van het online kanaal voor dit soort bedrijven, denk ik, veel merkbaarder, meetbaarder. En een omzet euro's ook uiteindelijk ja, registreerbaarder is geworden. En dus dat is, denk ik, de grootste. Verandering. En die is ook onomkeerbaar. Sterker nog, ik denk dat die vanaf nu alleen maar gaat accelereren. Want de geest is uit de fles. Ik denk ook dat we daarin als marketingpartijen, en dat maakt niet uit of dat je dan van Spotler bent en graag software verkoopt of je bent van resultaatmakers en je wil graag je, je consultancydiensten verkopen. We zijn met z'n allen aan, aan een kant van het spectrum bezig. Dat we heel goed kunnen uitleggen dat we marketing maken die dienstbaar is aan het salesdoel van de merkleverancier of groothandel. Dus in hun eigen belang. En dat kwartje is wel heel hard aan het vallen. En ik denk dat dat steeds sneller gaat nu. Ja. Zie jij dat ook terug? Zeker. En ook afhankelijk waar de fase dus. Waar de fase waar de desbetreffende groothandel in zit. Het is bouwen. Je noemde net Bram heel goed die verschillende fases. Je ging in mijn ogen tot de derde fase. de vierde fase marketing automation. Het werk inzetten inzet van een customer data platform. Ook een aantal van onze klanten. Die acteren op dat vlak. Ja super gaaf. En als je dan ziet wat voor een. Mega relevante uh, campagnes je kan inzetten met alle informatie van alle verschillende systemen. Super mooi wat je kan bereiken. Maar belangrijk is dat stipje aan de horizon. Klinkt hartstikke leuk. Maak het klein en doe het stapsgewijs. Ja, absoluut. Ik denk dat uh, dat, dat inderdaad een hele mooie duidelijke boodschap is aan, uh, aan de luisteraars die hier uh, les uit willen trekken. Als we kijken naar de toekomst. Ik denk dat dit een vraag aan, aan jullie beide is, aangezien jullie hier ook wel. Um, toch heel veel ervaring in hebben. Welke maatschappelijke of technologische veranderingen zien we nu gebeuren die effect gaan hebben op de groothandel van de toekomst? Ja, kijk, het, het, het online kanaal, wat Bram al zegt, is onomkeerbaar. Het wordt alleen maar meer, het wordt groter. Zorg dat je alles op orde hebt, dat je mee kan. Dat begint nu om al na te denken. En heb je de kennis niet in huis, zorg dat je onze de, ja, de ondersteuning in de vorm van een bureau in je arm neemt om de, om de kennis en de luisteraars van deze, deze podcast, die willen ook gevoed worden. Leg je oor te luisteren. Wat speelt er in de markt? Wat wil ik doen? Online marketing gaat hartstikke hard. Er zijn heel veel mogelijkheden. En dat zal alleen, alleen maar meer worden. Ja, en als ik daar een kleine aanvulling op mag doen. Het is niet zo, ik heb net niet, niet geprobeerd om te zeggen dat het, de offline contactmomenten dat die minder worden. Hoor. Dus je, je ziet vakbeurzen zijn natuurlijk weer teruggekeerd. En, en ik denk dat dat ook blijvend is. Want we zijn ook in de B2B omgeving zijn we mensen. Maar we houden van het persoonlijke contact. En daar ontstaan ook goede dingen. Maar wat we wel zullen zien is dat er steeds meer integratie uh, plaatsvindt. En dat online marketing als het ware ook dienstbaar is aan. Misschien wel aan dat beurscontact. Waarbij beurscontacten veel efficiënter en effectiever worden uitgenut. Nog omdat daar ook online kanalen vervolgens aangekoppeld zijn die, die uh, communicatie uh, vanaf daar overnemen en, en, en leven houden. Daar waar vroeger misschien dat ze het beurscontact weer een beetje naar de achtergrond wegzakten. Ik denk dat de maatschappelijke ontwikkeling is natuurlijk iets wat in de, de marketingsector nu heel veel te sprake is. Dus die, uh, die, die first party. Uh, ja. Ja, dus dus de, hè, waar sla je de data op? En er zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingen, ook op de techniek daarvan, dat je ook steeds beter in staat gesteld wordt om je data die je zelf verwerft. En dat is iets waar B2B bedrijven ook heel erg goed in nou ja, of zijn of zullen gaan worden. Dat zij steeds meer hun data gewoon op een slimme manier allemaal in één platform onderbrengen. En ook steeds efficiënter en effectiever worden in het uitnutten van die data en het afstemmen van de contactmomenten. Want dat is eigenlijk wat we met z'n allen aan het doen zijn: contactmomenten creëren met die klant. Op het moment dat die contactmomenten relevant zijn met de juiste inhoud. En dat is, dat is volgens mij wel de tijdsgevricht van nu. Even doordat we die data online die we vangen moeten gaan opslaan zelf. En misschien ook offline daar wel steeds meer data ook gaan toevoegen. Dat we veel meer van die klant op één plek samenbrengen. Qua wat we van die klant weten. In gedrag of in potentie of wat we dan ook maar interessant vinden. En daar vervolgens slimmere dingen mee doen. En ik denk dat dat wel nu echt gaande is. Dat is de ontwikkeling van de komende 1, 2, 3 jaar. Die is al eerder gezet. Sommige partijen zijn er al heel erg voor het varen mee aan de slag. Sommige partijen hebben ervan gehoord en moeten eraan gaan denken en alles wat ertussenin zit. Ja, ja en als je het dan hebt over first party data. We hebben het al een paar keer aangeschipt, überhaupt data verzamelen en, en klantprofielen verrijken. Wat is jouw ideale groothandel B2B-campagne, waarin je even in te vullen data gebruikt om een in te vullen campagne verstuurd? Uh, mijn ideale campagne is een campagne waarin we in staat zullen zijn om. Maar ja, afhankelijk van de kenmerken die een klant heeft, de gedragingen die een klant doet. En dan bedoel ik dus niet alleen een weborder of iets dergelijks, maar ook social media gedrag, inderdaad, websitebezoekgedrag, openingsratio, of openingsgedrag van e-mailverkeer. Maar ook als iemand gebeld wordt door een vertegenwoordiger, neemt die persoon dan op, vindt daar een gesprek plaats, geeft die vertegenwoordiger een, een kenmerkje mee van nou, dit is iets waar we iets mee moeten. Dat dat volledig op elkaar afgestemd wordt en dat we in staat zijn om daar sales door te genereren. Dus echt. Meer omzet, meer sales, meer in de breedte van het assortiment. Gewoon afname per klant realiseren. Omdat je veel meer staat bent om, om alles wat die klant doet in beeld te brengen. Daar waar je vroeger misschien nog wel eens had. En we hadden hier net eventjes in het voorgesprek eventjes iets van... ...hij krijgt een e-mail van iemand dat je denkt van... ...ja, die ken ik toch? Hoe zit dat nou? Ja, dit was overigens geen Spotler-klant... ...maar dit was juist een, een andere klant in een andere situatie. Maar dat, dat, dat die afstemming, dat die wel goed loopt... ...en de intelligentie die daarvoor nodig is, die nu natuurlijk voorhanden is... Dat we dat met z'n allen goed gaan gebruiken. Zodat uh, ja, de winsten van onze groothandels uiteindelijk stijgen, want daar komt het toch op neer. Dat doen we het voor. Iedere aflevering hebben we een vraag van een spottencollega. Deze week is dat Doreen. Hey Bram, als B2B-groothandel kan ik me voorstellen dat je net als veel andere branches beperkte middelen hebt om marketing op te pakken. Waar moet je dan beginnen? Ja, dat is een goede. Ik denk dat je wilt beginnen met een. Een overzicht te creëren van welke opties zijn er? Welke kanalen, wat zijn onze, onze mogelijkheden. Volgens mij is het altijd zaak om goed in te zoomen op uh, waar staan we als organisatie. Is er al iets wat te doen? Doen we helemaal niks. Doen we stiekem al heel veel en wat rendeert. En eigenlijk ook gewoon waar hangt het laag hangend fruit? Waar kunnen we gewoon relatief snel omzetkansen uitnutten, zodat we de resultaten voor die klant. Uh, de groothandel in het geval kunnen vergroten. Want zodra er maar een soort vliegwieletje van. Uh, een omzetmachientje wordt aangezet om eventjes heel plat te zeggen dat die klant merkt van hey, krijg ik krijg nu meer offerten aanvragen, krijg ik meer online orders. Daar uh, ziet de klant ook gelijk dat hij dus, dus ruimte heeft om zeg maar, ja, uit, uit cashflow van marketingcampagnes. Nieuwe marketingcampagnes op te starten. Dus daar zou ik gewoon een educated guest van maken. Waarbij we natuurlijk als bureau wel veel praktijkvoorbeelden kunnen meenemen. Best cases van, hey, dit is iets wat al ergens heeft gewerkt. Dit is iets wat ergens heeft gewerkt. Samen met de klant keuzes maken. En dan weer die roadmap maken. En die moet heel simpel zijn. Zo'n roadmap zie ik als, als een lijntje met vier stippen. Niet als, niet als een soort uh, stadsplattegrond. Uh, want dan, uh, dan, dan heeft het geen zin. Maar keep it simpel, uh, uh, Drie, vier stappen. En uh, maak samen keuzes. En voer uit. En als iets dan succesvol is. Wellicht draag over. En start als agency zijnde voor die, die klant. weer iets nieuws op. Waar die vervolgens weer verder mee kan uitbreiden. Heel interessant. Tot slot. Wat zou jouw beste tip zijn voor onze luisteraars die geïnteresseerd zijn in groothandelmarketing? Hoe geïnteresseerd zijn in groothandelmarketing? Nou ja, ga naar mijn website van onze agency. Dat sowieso. <laughs> ja. <yes. laughs> ja, Welke de website was dat ook? Nou ja, dankjewel. Die is wat voor de hand liggend, Maar resultaatmakers.online. Ik denk de belangrijkste is: vraag jezelf af. Uh, wat zou ik ermee willen bereiken? En durf dan wel te dromen. Doe gewoon je ogen dicht en zeg als ik nou in de ideale wereld waar alles wat ik maar bedenk, op mij ook lukt. Hoe zou ik het dan willen hebben? En gaan we vandaag eens uit terugredeneren en kijken: ja, wat kunnen we misschien zelf al doen? Begin daar gewoon eens mee. En vraag ook om hulp Eventjes, uh, even andersom. Uh, als agency zijn we voor groothandels. We hebben onze zaken nogal uh, strak geautomatiseerd. Maar dat proces ging niet vanzelf. We zijn gestart met hetgene wat we zelf konden. En daar kwamen we eigenlijk best ver mee. Maar op een gegeven moment liepen we toch vast. En dan zitten het toch vaak in de details. die dan het verschil maken in hoe effectief het is. En toen hebben we toch een doorbraak weten te verseren door gewoon op zoek te gaan naar een, naar een partij. En ook een soort agency, maar in dit geval een ICT-bureau. Die uh, precies datgene kon, wat wij net zelf eventjes niet wisten. En die hebben ons, wat voor hen met twee vingers in de neus, hebben die ons door een traject heen geholpen. Wat ik zelf en uh, nog heel veel hoofdbrekers over had gehad. En ik denk dat dat, dat moment opzoeken, wat kun je zelf? Doe het gewoon lekker zelf. Begin er alvast mee. Probeer eens wat resultaten te genereren. En als je dan een punt bereikt van hey, nu lopen we vast. En dan is. Om je heen kijken en zeggen we welke externe leverancier of hulppartij zou je hier goed bij passen. En dat kan een agency zijn. Vraag is misschien wel een hele goede. Vraag is aan andere mensen die ook bij een groothandel werken. Die ook soortgelijke dingen doen. He, die misschien een hele andere sector werken dan jij. Maar wel ook een groothandel zijn. En zeggen van joh, hoe doen jullie dat eigenlijk? Ja, en ik denk daarbuiten misschien ook zelfs wel. Als je, als je geen groothandel bent, denk dat dat ook nog wel eens interessant zou kunnen zijn. Zeker, zeker, ja. Want wat, wat straks, uh, ja, wat Martijn ook al terecht zei, van, ja, de retail die loopt er een hoop op zich uh, ook uh, voor. En die hebben een hoop, zeker als het gaat over data-driven campagnevoering, zijn die natuurlijk een stapje verder. Die hebben ook grotere volumes om mee te werken. Niet per klant, maar wel een aantal klanten en, en, en datasets, zeg maar. Dus uh, ja, absoluut interessant om te kijken. Valt veel kennis te halen. Ja. Martijn, jouw beste tip? Eigenlijk aansluiten op Bram. Begin gewoon. Ga kijken vanuit je gevoel, hè, wat wil ik bereiken? Maar belangrijk zodat je niet vastloopt in van ik stuur maandelijks of twee maandelijks. Ga ik communicatie doen. Uh, ga ook testen. Ga ik kijken wat sluit aan. Uh, het kan op verschillende dagen zijn om je operatie wat te verbeteren. Uh, AB test op onderwerp Hoe ga ik er nou voor zorgen dat mijn content, dat ik die in ieder geval gelezen krijg? En ik denk dat dat, dat dat al. Het zijn allemaal kleine knopjes die bijdragen aan het grote succes. En als management blijft doorontwikkelen en de wil is er, ja, dan ga je telkens stapjes vooruit zetten. Wat uiteindelijk een heel mooi resultaat op de kant gaan leveren. Ja, dus doe het vooral in kleine stapjes en eh, probeer Zeker. het niet in één keer groot aan te maken. Zeker. En misschien nog wel een tip ook, zorg dat je met middelen werkt bij jezelf, dat je niet afhankelijk bent van derden. Uh, Bram heeft heel veel kennis en zijn collega's, super om die erbij te betrekken, maar uiteindelijk moet hij je ook weer los kunnen laten en dat je zelf verder gaat. Dus meer op strategie betrekken, dat je zelf in de uitvoering blijft, zodat als je een keer wat wilt testen, dat je gewoon snel, adequaat aan de knoppen kan draaien om ook echt die uh, ja, zaken te gaan testen om steeds succesvoller te worden. Hele mooie tips. Heren, dit is het uh, einde van de podcast en ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het aansluiten vandaag en de luisteraars thuis, in de auto op kantoor. Jullie ook bedankt voor het luisteren. En tot de volgende weer. Leuk dat je luisterde naar de Spotler podcast. Wil je nou meer weten over de gasten en de onderwerpen die we hebben besproken? Bekijk dan de show notes op spotler.com/slash podcast. Heb je tips, vragen, reacties of ideeën? Laat het weten via podcast at spotler.com. Wil je nieuwe afleveringen niet missen? Abonneer je dan op de Spotler Podcast in je favoriete podcast app. Wij waarderen het als je ons een review geeft waar dat mogelijk is. En deel de podcast vooral met vrienden, collega's en bekenden. Bedankt voor het luisteren.